Start. Hoi jongens en meisjes. Vandaag gaan wij leren samen met elkaar de getallen op de goede volgorde te zetten. En dan gaan we kijken wie naast wie is. De buurgetallen. Nou, we gaan eerst even beginnen met deze knuffels. Hallo knuffels. Dag juf. Ik ga jullie nu op de goede volgorde zetten. En ik wil hulp van mijn kindjes. Zullen we beginnen, kinderen? Oké. Nou, we beginnen bij 1, hè? Ja. We zetten de 1. Op de plek van 1. Op de getallenlijn, zie je? We beginnen hier. Dan gaan we verder. Even kijken, wat komt er ook op je na 1? 5, toch? Oh ja, sorry. 2, natuurlijk. Nu komt 2. Dag Poes. Dag Roodkapje. Wie komt nu? Ja, Aap. Inderdaad. Aap is 3. Hoi Aap. Hoi juf. Daarna komt Tijger. Inderdaad. Tijger en Aapje wilden graag naast elkaar. En nu komt de Meeuw. Hoi Meeuw. Fijn dat je er bent. Zo. Ik hoop dat de kindjes jouw getal zien. Nou hebben we ze in een rij gezet. Op de goede volgorde van 1, 2, 3, 4, 5. Nou ben ik nieuwsgierig. En dan ga ik jullie een vraag stellen, kinderen. Ik kijk naar Aap. Aap zit tussen Tijger en Roodkapje. Zie je dat? Wie zijn de buren van Aap? Tijger en Roodkapje. En met getallen gaan we hetzelfde doen. En dat noem je dan buurgetallen. Ik kijk nu naar 3. 3 heeft Aap. Ik kijk naar de buren van de 3. En ik zie aan deze kant 2. En aan de andere kant 4. Ja! Het lijkt net alsof 3 handjes geeft aan 2 en aan 4. Dit zijn de buurgetallen. Oké, wat zijn dan de buurgetallen van 2? Kijk maar naar 2. Welke getallen heb je naast de 2? Goed zo. 1 en... Inderdaad, 3. De buurgetallen van 2 zijn 1 en 3. Dan gaan we nu verder kijken. Kijk maar met me mee naar 4. Dit is 4. Wat zijn dan de buurgetallen van 4? Welke getallen zijn naast de 4 op de getallenlijn? Ja, 3. En wat komt er na 4? Dat klopt, 5. De buurgetallen van 4 zijn 3 en 5. Heel goed. Kan jij dit thuis ook doen met je moeder of je vader? En kan jij dit even doen tot en met 10? Stuur je mij daar een foto van? Dat zou ik leuk vinden. Veel succes! Doei doei!